Die zat er lekker in. Ja, was een mooie goal. Het was een mooie goal. Het was een goal van meer dan 50 meter. Die heb je denk ik nog niet zoveel gemaakt in je carrière. In mijn jeugd wel 2 keer, maar voor de rest niet vaak. Nee, serieus. In mijn jeugd 2 keer. Je zegt dus nu gewoon dat dit vaker is gebeurd? Nee, niet zo. Het komt niet zo vaak voor, maar ik kan het wel. Wat dacht je op het moment dat de keeper meeging en jij in de counter werd weggestuurd? Dacht je ook echt van, ik wil dit? Ik wist eigenlijk niet dat hij weg was van zijn goal. Dus toen keek ik, dacht, is hij echt vrij? Kijk naar links nog even. Zag ik hem naast me lopen, dacht ik, oké, boom, gewoon uithalen. Je bent niet te traag, je had ook op snelheid door kunnen gaan. Ja, maar ja, ik dacht gewoon, nou, laat me gewoon schieten. En dan zie ik daarna, na die goal, zie ik toch een klein beetje frustratie en geprikkeldheid bij je dat je te bang begon. Ja, is ook zo. Ik kan alleen maar zeggen, reageren met een goal of goed spelen. Ja. Daarom deed je de vingers in je oor? Nee, dat doe ik altijd. Als je goed oplet, doe ik dat altijd. Ja, ik zie jou niet altijd juichen, maar doe je altijd dit? Ja, Memphis Depay is echt mijn voorbeeld. En eigenlijk is het meer gewoon van om te focussen op mijn spel en God zijn werk te laten doen. En te concentreren op het talent dat God me heeft gegeven. Daarom doe ik het. Heb jij het dan van Memphis of Memphis van jou? Van elkaar. Daarom, van elkaar. Hoe geprikkeld zit je op zo'n bank? Want ik kan me voorstellen dat je er misschien ook niet aan zag komen. Aan de andere kant, je weet dat Kiesna wat fitter wordt. Die gaat ook een keer starten, dus het gaat ook een keer gebeuren. Hoe zit je op zo'n bank? Ja, ik denk dat je de juiste houding moet aannemen. Ik kan alleen maar doen wat ik kan doen. Volgens mij heb ik het wel aardig gedaan daarvoor. En nu, vandaag weer. Dus ik kan alleen reageren. En nog in de juiste houding hebben. En het team heeft het ook, we hebben het als team goed gedaan. Viel het rauw op je dak dat je op de bank begon? Ik vond het niet leuk. Maar zag je hem aankomen of was het echt een beetje van onverwachts? Ja, het was wel onverwacht. En nu, denk je dat je nu het visitekaartje weer hebt afgegeven om te starten? Ik weet het niet. Ik heb wel gedaan wat ik moet doen en kan doen. Dus zullen. Tot slot, zijn er nog beelden van die goals uit de jeugd dat je het zo deed? Want het is natuurlijk makkelijk om het zo voor de camera te zeggen, maar ik wil het wel even zien. Volgens mij, mijn zwager heeft hem op zijn telefoon. Dus als ik hem heb, dan volgende keer laat ik hem jou zien. Ik ben heel erg benieuwd. En waar namens wie was dat? Bij Volendam tegen Groningen. Ja. Ik begrijp dat je nu wel beelden verschuldigd bent, hè? Ja, ik hoop het. Ik hoop dat hij hem nog heeft. Dus komt goed. Dankjewel. Bedankt.